Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Josephine en in deze video ga ik je laten zien hoe je gemakkelijk zelf zo'n tas kan maken, maar dan nog met een binnenvak met rits erin. Een naaimachine is essentieel voor deze leuke duwtjes zelf. Daarnaast heb je ook nog nodig een centimeter, kopspelden, clipjes, een ritshoedje, een rits van 20 à 25 centimeter, een stofkrijtje, een leuke stof en binnenvormstof, een stofschaar, en vlieseline, maar dat hoeft niet per se, dat gebruik ik alleen om de rits op de binnenvak te verstevigen. Wat je niet op de foto ziet staan, maar wel nodig hebt, is papier en een potlood om je binnenvak op af te tekenen. Vouw je stof dubbel met de goede kanten op elkaar. De goede kant van de stof is de kant waar de stof een print heeft. Je wil deze kant van de stof straks namelijk aan de buitenkant van je tas zien. Ik heb de voorbeeldtas op de stof neergelegd en nu kun je ervoor kiezen om het met een stofkrijtje over te trekken of gewoon in één keer uit te knippen. Ik raad je aan als je een lopmachine gaat gebruiken om er nog 1 cm naad aan te tekenen. Als je het patroon van de tas hebt uitgeknipt, stik dan de zijkanten en de onderkanten aan elkaar vast op 1 cm. Zorg er wel voor dat je de onderkant bij de vouw van de tas ook hebt doorgeknipt, voordat je het gaat vaststikken. Het hengsel is 1 lange strook en is 8 cm breed. Uiteindelijk worden er 2 hengsels, maar het is aan jou om te kiezen welke lengte je fijn vindt dragen. Nu heb je het patroon van je binnenvak nog een keer nodig, maar dan voor de voeringstof. In het vorige beeld wat je hebt gezien leg ik uit dat je de tas in 1 keer op de stof kan uitknippen en dan kan vaststikken. Alleen er is 1 klein dingetje. Als je net als ik zo'n printje hebt, dan moet je ervoor zorgen dat de bloemen ook naar boven wijzen. Alleen dat gebeurt dus aan deze kant niet en aan deze kant wel. En dat vind ik dus zelf niet zo erg, maar kan begrijpen dat niet iedereen het leuk vindt. Dus dan moet je hem wel even loshalen en... Dus op deze manier, altijd alle twee de printjes naar boven wijzen, dan op elkaar vaststikken. Als je het nou lastig vindt om recht te stikken, wat je kan doen is als volgt. Hier zie je de naald in de stof staan. Hier kan je een rechte lijn tekenen met een stofkrijtje en die lijn volgen. Wat je ook kan doen, wat ik eigenlijk altijd doe, is dit. Ik heb mijn voetje zo neergezet en ik zorg gewoon dat ik dit stukje helemaal zo volg. En dan stik je ook recht. Wat ik nu aan het doen ben, is het volgende. Ik doe de stof nog een keer vastzetten. Maar dan met een zigzagsteek. En dat doe ik om rafelrandjes te voorkomen. En wat bedoel ik met rafelrandjes? Dit zijn rafelrandjes op je stof. En ik heb helaas geen lopmachine, dus daarom gebruik ik de zigzagsteek om het nog een keer vast te zetten. In deze tas maak ik geen gebruik van vlieseline, maar in een andere tas heb ik wel gebruik gemaakt voor het verstevigen van de rits. Als je vlieseline wil gaan gebruiken en je hebt het nog nooit eerder gedaan, leg ik even kort uit hoe het werkt. Teken deze afmeting op de vlieseline. Knip het uit, leg de vlieseline met de plakkant op de verkeerde kant van je binnenvoeringstof. De plakkant is trouwens de kant waar het glinstert en ga er met de strijkbout overheen. Dan plak de vlieseline vast aan je binnenvoeringstof en dan teken je dezelfde afmetingen die je ziet in het volgende beeld. Teken deze afmetingen na op je binnenvoeringstof. Begin waar het pijltje staat en stik de buitenranden vast. Dan trek je in het midden nog een streep. Dit doe je op 0,5 cm, want wat je gestikt hebt is 1 cm, dus je pakt hier de helft van. Dan ga je het inknippen op de middelste tekenlijn. Het beste is om even je stof te vouwen en dan in te knippen. Aan beide kanten moeten ook de hoekjes goed worden opengeknipt. Het belangrijkste hier is wel dat je het stiksel wat je gestikt hebt niet doorknipt. Dan draai je de binnenvoeringstof door het gat naar de andere kant. Het beste is om even je strijkijzer te gebruiken en het dan goed plat te strijken. Dan pak je je rits en die zet je op deze manier vast met spelden. Je ziet dat mijn rit uitsteekt, maar dat is niet erg, dat los ik zo meteen op. Dan leg je het onder de naaimachine en zorg je ervoor dat je nu je ritsvoetje gebruikt. Je linkerkant van je ritsvoetje moet je op deze manier op de stof hebben staan. Je begint weer met een aan- en afhechting en stikt dan verder. Het kan zijn dat je de stof een beetje moet aanduwen tegen de rits om hetzelfde te krijgen als hoe het er bij mij uitziet. Als je eenmaal aan de andere kant bent gekomen waar het hoofd van de rits zit, dan rits je je rits even open, want daar kan je met je ritsvoetje niet langs. Ook een tip, als je een draaiende beweging met je stof moet maken, zorg er dan altijd voor dat de naald in de stof blijft staan. Zo voorkom je namelijk dat je scheef gaat stikken. Zorg hier weer voor een aan- en afhechting en knip daarna de rits af. Wat je nu nodig hebt is de andere kant van je binnenvak, dus je hebt nog een mooi lapje stof over, dat is deze. En je binnenvoeringstof, die leg je zo op elkaar neer. Dan moet je ervoor zorgen dat de goede kanten op elkaar liggen en dan speld je het vast. Wat ik dus hier gedaan heb. En dan stik je het nog een keer vast.
Dit heb ik allemaal gestikt met een gewoon voetje die iedereen heeft. Deze heet bij mij A, maar dat is natuurlijk bij iedere naaimachine verschillend. Ik stik het vervolgens vast met een rechte steek en daarna nog een keer met een zigzagsteek voor versteviging. Daarna knip ik de puntjes aan beide kanten af en ook delen van de stof die ik niet meer nodig heb. Als je het hengsel uitknipt, dan ziet het er zo uit. Dit is 8 cm breed en 70 cm lang. En nu doe ik aan beide kanten 1 cm omvouwen. En dan nog een keer omvouwen. En dan stik ik het op deze manier aan elkaar vast. Voor het vaststikken van het hengsel zorg ik ervoor dat het rechterkant van het voetje buiten de stof valt. Dan zit mijn naald namelijk nog net op de stof en dan stik ik het hengsel met de rechtersteek vast. Wat je vooral niet moet vergeten is op het begin en het einde aan- en af te hechten. Als je een tas voor jezelf wil maken, dan kan ik het beste aanraden om zelf je hengsels op te meten. Want ik kan dan wel zeggen, je moet deze hengsels gebruiken. Alleen bij iedereen kan een tas verschillend vallen op de schouders. Dus als je zelf je maat op wil meten, wat ik dan doe is het volgende. Ik heb mijn tassenhengsels over mijn schouder heen gelegd. Dit was er trouwens eerst één, daar heb ik er nu 2 van gemaakt. Ik heb ze ook al gestikt. Ik heb ze met clipjes vastgelegd. Dan pak ik ze op deze manier vast. En nu wil ik ze dus zo lang hebben, dus waar mijn duim ongeveer staat. En dan moet je vanaf je duim nog 2 centimeter naar beneden tekenen. En dan knip je het af. Dan doe je dus ook hier, bij je wijsvinger waar ik het net vast had, doe je precies hetzelfde. Waarom die 2 centimeter? Dat komt omdat je de hengsels nog op je tas straks moet omvouwen. Nu heb je je tas weer nodig. Je legt je tas binnenste buiten en je binnenvak er bovenop. Daarna vouw je de randen om met je binnenvak en met je hengsels ertussen. Dit zet ik allemaal vast op iets meer dan 2,5 cm. En dan stik ik het vast met een rechte steek. Dit doe ik 2 keer, zowel onder als boven. Als je net als ik een dikke stof hebt, gebruik dan clipjes. Want spelden zijn een stuk moeilijker vast te zetten in deze stof. Zorg ervoor dat je dus hier begint, want het is de zijkant van je tas. En als je daar gewoon aan en af hecht, dan valt het niet op als je het midden op de tas doet. Wat je me hier ziet doen is dat ik een kruisje ga maken op de hengsels. En dat doe ik als volgt. Ik zorg dat ik met mijn naald precies op het stiksel ga staan waar ik al gestikt heb. En dan stik ik een rechte steek. En dit herhaal ik ook nog bij de andere 3 hengsels. Leuk dat je nog kijkt naar deze video. Inmiddels is mijn tas af en ziet het er zo uit. Ik dacht, ik laat je in deze video ook even de andere tassen zien die ik gemaakt heb. En vertel ik je meer over alle stoffen waar ik die vandaan heb. Alle tassen die ik gemaakt heb zijn van canvas katoen. En canvas katoen is veel dikker dan gewoon katoen. Dus ik raad je zeer aan om deze stoffensoort te kopen, omdat je dan namelijk een stevige tas maakt. Dit is de tas die je in deze video hebt gezien. En ik dacht, ik maak even een close-up, zo kan je goed zien hoe die echt geworden is. Deze stof heb ik ooit gekocht bij de Quantum en daar verkopen ze heel veel verschillende leuke printjes. En stof die gemaakt is van canvas katoen. 1 meter aan stof is ruim genoeg voor het maken van zo'n tas. Vaak hou je nog stof over die je dan weer voor een volgend project kan gebruiken. Zoals je ziet is niet alles netjes afgewerkt. Dat vind ik zelf niet zo erg, want ik ben niet van plan om deze tassen te verkopen. Ik geef ze vaak weg en ik vind het dan wel wat hebben die foutjes. De rits die in deze tas zit is van de markt. En op de markt kan je weer een heleboel ritsen kopen die niet heel duur zijn. De binnenvoeringsstof is ook van de markt. Dit is ook een tas die ik gemaakt heb. En deze leuke stof is ook van de Quantum. Bij de Quantum verkopen ze veel leuke printjes. Op de markt kan je canvas katoen ook kopen, alleen hebben ze daar vaak weinig keuze uit printjes. En is ook de stof wat duurder. Bij deze tas heb ik expres de hengsels niet afgewerkt. Daar is dus geen kruisje op te zien. En ook de binnenvoeringsstof en de rits op deze tas heb ik van de markt. Daar is dat dan weer goedkoper dan in een winkel. Dit was mijn eerste tas die ik ooit gemaakt heb met een rits erin. Ik dacht, ik laat je deze tas ook zien, omdat ik hier wat fouten heb gemaakt die jij weer kan voorkomen. Deze stof komt denk ik wel bij iedereen bekend voor. Deze stof is van de IKEA. Deze tas was echt een rotkwartje om te maken, omdat ik hier gekozen had voor een hele mooie rits. Alleen die afschuwelijk was onder mijn naaimachine.
Mijn naaimachine stikt namelijk niet verder als stof of materialen die heel dik zijn. Dan slaat hij gewoon af. En mijn naaimachine liet dit vooral weten tijdens het stikken van de rits en de hengsels aan deze tas. Deze tas is dan ook gewoon echt niet mooi afgewerkt. Dus ik raad je vooral aan om materialen te kopen die onder jouw naaimachine kunnen. Ben je een beginner achter de naaimachine, dan is dit wel echt een leuk project om te maken. Want door te blijven oefenen word je steeds beter en je houdt er ook nog iets leuks aan over. Deze tas heb ik ook gemaakt en deze is het mooiste van allemaal tot nu toe. Deze stof is ook van de Quantum en het patroon van de tas heb ik wat langer gemaakt. De rits in deze tas is van Solstrenegene en de binnenvoering is van Motiflow. Alle tassen die ik je net heb laten zien, daar heb je binnenvoeringsstof gebruikt. Alleen bij deze dus niet. Dit wordt aangeprezen als katoen satijn op de website. En het fijne van katoen satijn is dat het ook glad is, net zoals binnenvoeringsstof. Dus als deze stof vies of nat wordt, dan kan je het gemakkelijk van de stof verwijderen, omdat het namelijk een gladde stof is. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je graag in de volgende video. Doei!